Hey gasten, ik ben Tom en welkom bij een let's play van Reus. Reus is een game van de Nederlandse ontwikkelaar Abbey Games. En ja, dit is eigenlijk hun eerste grote echte titel. Dus ik ga beginnen door op nieuw te klikken en dat doe ik nu. Oeh, game mode, era, free play, era, time limit. Oké, time limit 30 minuten, het zal wel. En dan starten we. In Reus is het de bedoeling dat jij een wereld vormgeeft door middel van een aantal reuzen die je krijgt. Zo heb je een steenreus, een oerwoudreus, een moerasreus. Je hebt dus eigenlijk heel veel reuzen en met die reuzen kun je de omgeving dus terraformen. Dus vormen zoals jij het wil. Dat is op zich wel heel erg vet. En ik vind het ook heel erg cool dat dit van een Nederlandse ontwikkelaar komt. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb hem al even gespeeld, maar niet helemaal. Dus ja, we zullen zien wat het gaat brengen. For a new era. Start game. Nou, dit is dus Reus. En dit is dus ook de hele planeet die je hebt eigenlijk. Dat is eigenlijk alles. Die hele planeet die moet je dus vormgeven zoals jij het wilt. En dat kan op allerlei manieren. Maar we gaan denk ik even eerst beginnen met de... Ja, de waterreus. Ja, waterreus. Dat is toch die voetballer, toch? Die keeper van... Gelderland of zo? FC Doetinchem, hoe het ook heet. Nou, die waterreus die gaat flink aan het hakken. Dat lijkt even... Ik weet niet waarom, maar dat zit schijnbaar in die engine. En wat je nou ziet is dat het... de grond, zeg maar, hier, dat die een andere kleur heeft. En daar kan ik dus iets neerzetten. Dus dan pak ik mijn moerasreus en dan maak ik daar... Of mijn moerasreus. Mijn junglereus en dan maak ik er een dikke jungle van. Bam! En dan komen er allemaal bloemetjes uit. Vet shit, hey. En dan ga ik hier ook even wat eten plaatsen. Je kan dus met al je reuzen kun je dus verschillende dingen doen. Zo kan ik bijvoorbeeld met mijn waterreus domesticated animals plaatsen. Oftewel vissen en dat soort dingen. Oh, a forage village has settled. Oké. Okay. Nou, ondertussen ga ik aan de andere kant bezig met mijn moeras. Zo. En ik ga even kijken wat we willen. Ze willen 2 tot 9 food. Oké. Okay. Je hebt dus ook allemaal upgrades daarbij. Dus ik ga kijken. Ik ga deze denk ik even upgraden. Oh, wauw. De Shrine Challenge. Wat willen ze? Hier kun je dus zien wat ze willen. Ze willen wealth en food. Als ze dus wealth willen. Dan kan ik kristallen plaatsen met mijn steenreus. Dus dat ga ik maar even doen. Labaat. Niks? Wat is dit nou weer? Waarom doet hij niks? Nou ja, zeg. Wat is dit nou weer? Hoezo krijg ik geen minerals? Wat is dit? Oké, ondertussen doe ik wel even. Eten maken, denk ik. Oh, hij kan weer. Nou, laat ik hem hier plaatsen, die mineralen. Als je dus op een dorpje klikt, dan zie je wat hun bereik is van dat dorp. Dat is die blauwe streep hier. Kijk, en hier zitten nu dus mineralen. En dan krijgen ze dus wealth voor. Wealth is dus geld en oeh, dat lijkt. Ik weet niet waarom, maar het zal wel zijn omdat ik hem op de een of andere manier... Nee, ik wil niet dat jij... Nee, ik wil niet dat jij... Nee, nee! Oké. Oké, nou dan gaan we hier even wat herbs planten. En ondertussen gaat... Wow, what the fuck, dat was echt heel hard. Sorry daarvoor. ja. En dan ga ik wat dieren plaatsen hier ook. Oké, wat willen zij? Ze willen ook wealth. Maar er stond net iets over advanced minerals. Dus dan maak ik advanced minerals.
Oh, dat is vet. Als ik twee keer op één klik, dan ga ik naar die reus toe. Dat is wel cool. En als ik dus een plant heb geplaatst, zoals hier, blueberries, kan ik ze upgraden met een leaf aspect. Dus als ik die leaf aspect eroverheen gooi, dan krijg ik de keuze om hier strawberries te maken. Bloep! En dan worden het strawberries. En dan heb je een symbiose, dat is ook weer iets wat je met planten kan doen. Als ik strawberries en blueberries naast elkaar heb staan, dan krijgen ze een bonus. Zie? Oké, nog meer puntjes voor jullie. Ik hoop dat jullie er blij van worden, jongens. Ik ga trouwens even wat proberen met de instellingen om te kijken of ik het of ik even de FPS wat omhoog kan krijgen hoor, momentje. Zo, ja, de webcam die vreet veel te veel ja, opname. Dus oké, ik heb hier nu een. Ja, ik heb hier nu één stadje. Die hebben 15 food nodig. Nee, 23 food en 4 tech. En dan heb ik hier dus ook dat andere dorpje staan en die hebben advanced minerals nodig. Oké, wealth in use. Deze lui hebben wealth nodig, dus ja. Dat kan ik het beste, denk ik. Hoe groot zijn is een boundary? Oh, dat is niet veel. Plop ik hem wel daar neer. En dan gebruik ik de swamp reus om even wat dieren te plaatsen, want die kunnen ook wel wat voedsel leveren. En ondertussen, ik herinner me iets, volgens mij kan ik ook, of moet dat met, ja dat moet per se met deze. Dus moet ik met mijn waterreus, moet ik dit plantje upgraden, zodat hij wat meer kan. Nou ja, dan ga ik weer terug naar mijn grote stad. Wat hebben hun nodig? Oh my god, wealth en food. Food hebben ze dus, maar wealth lukt niet. Oh my god, ik weet niet of dat... Oké, snel. Snel, reus. Snel, snel. Doe je ding. Plant die mineralen voordat de tijd op is. Want ik heb hier schijnbaar tijd. Oh my god, 4 minuten 30. De 25. Oké, is het gelukt hier? Ja, nu kan ik deze maken naar tomatoes. Tomatoes. Kijk, dan krijgen ze dus extra tech en extra food. Dat is wel heel erg vet. Oké, als ze dus 10 wealth hebben, dan krijgen die dus een symbiose en dan worden ze rijker, denk ik. Oh god, dat ga ik nooit redden. Ga eens even wealth pakken, jongens. Wat zijn jullie aan het doen? Stelletje lamballen. Oké, ondertussen ga ik met mijn zeereus ga ik hier ook even wat dieren planten in het water. Wat hebben jullie nou nodig dan? Wealth en technology. Nou, hier zit technology, hier zit technology en wealth. Oké. Oh. Oké, ik weet niet wat dit is, maar schijnbaar is dat voor food. Of zo. Kan jij nog iets doen met je. Nee? Kan jij nog iets doen dan? Herbs. Plant maar wat herbs, joh. En dan zometeen ook wat exotic animals. Hoe vet. Exotic animals. Yes, yes. En dus ook die exotic animals. Dan gebruik ik... Growth exp... Hier, die kan ik niet... Oh nee, kan ik niet op de dieren gebruiken. Oké. Ik weet het! Ik weet het al, man! Ik ga deze niet redden! Wow, wat is dit?
Hurt aspect. Dus ik moet hem met de Ocean Giant oppakken. Als je dus zo'n project klaar hebt, wat bij dit andere stadje niet gaat lukken, dan krijg je dus een ambassador. En die ambassador die geeft je reuzen dus een upgrade. En met mijn oceaanreus kan ik dan dit doen. En dan kan ik dieren plaatsen. Vet. Vette shit. Dat was de eerste aflevering van Reus. En ja, de volgende aflevering die komt binnenkort. Bro Team out. Vind jij onze video's leuk of wil jij meer zien? Jij bepaalt bij Bro Gaming Network. Laat een comment achter bij deze video of stuur een mail via www.brogamingnetwork.nl.